Heb jij recent een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement gekocht? Dan is deze video speciaal voor jou. Ben je de eigenaar van een woning? Dan betaal je onroerende zaakbelasting. Deze wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de WOZ-waarde van jouw woning. Ook als je een woning in aanbouw hebt, betaal je onroerende zaakbelasting. De WOZ-waarde bestaat dan uit de grondwaarde en de waarde van het bouwwerk. Voor het bepalen van de grondwaarde kijken we naar hoeveel jouw grond waard was op de waardepeildatum. Dat is 1 januari van het jaar voor het dan geldende belastingjaar. Bij het bepalen van de waarde van het bouwwerk kijken we naar hoe ver de woning af is op 1 januari van het dan geldende belastingjaar. Hoe verder de woning af is, hoe hoger de waarde ervan. Samen vormen deze waarden jouw WOZ-waarde. Wil je hier meer over weten? Via www.ede.nl/wozNieuwbouw.